paar jaar geleden lag die lat een behoorlijk stuk lager. En nou, dan werd het allemaal wat minder. En dan was daar het verzorgingshuis. Nu is de gedachte zo lang mogelijk thuis. En pas als het echt niet meer gaat. Een groot punt is de wetgeving. Er zijn hele grote wetswijzigingen in werking getreden sinds dit jaar. We hadden de AWBZ. Daar werd de langdurige zorg uit betaald. Die is afgeschaft. En dat is onderverdeeld in 3 wetten. Nou, dat hebben we allemaal in de media gezien. Er is heel veel over te doen geweest. En die AWBZ die is opgedeeld in 3 wetten. Ongeveer 800.000 mensen vielen onder die AWBZ. Dus die hadden langdurige zorg nodig. En vanuit dat systeem werd dat betaald. We hebben de mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, die vallen onder de wet langdurige zorg. Dat zijn ongeveer 200.000 mensen in Nederland. En die hebben recht op verblijf in een verzorgingshuis. Maar die hebben daar pas recht op als ze 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Die lat ligt hoog. Die lat ligt hoger dan voorheen. Een paar jaar geleden lag die lat een behoorlijk stuk lager en nou, dan werd het allemaal wat minder en dan was daar het verzorgingshuis. Nu is de gedachte zo lang mogelijk thuis en pas als het echt niet meer gaat, nou, dat is dus een hele belangrijke wijziging waar we allemaal mee te maken krijgen. Hoe ga je het, ja, tot dat moment is aangebroken, hoe ga je het oplossen? De hulp thuis, hulp met aankleden, wondverzorging, douchen. Als daar hulp bij geboden moet worden, dat gaat vanaf nu vanuit de zorgverzekering geregeld worden. Dat zijn ongeveer 450.000 mensen die daaronder vallen. Dus dat is vanuit de overheid als het ware overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Wijkverpleging heet het nu. En die gaan mensen met dat soort zaken helpen. En dan hebben we nog een groep. De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dat wordt uitgevoerd door de gemeente. In de media krijgt dat het meeste aandacht. Vaak gaat het dan om hulp in de huishouding. Dat er wat gekort wordt op het budget, want taken zijn overgegaan, maar overal is beknibbeld op het budget. Dus er kan wat minder hulp worden geboden. Dat zijn ongeveer 150.000 mensen. Die zijn niet in staat om zelf bijvoorbeeld hun huis schoon te maken. Die hebben daar hulp bij nodig, kunnen dat niet zelf betalen. En dan wordt dat vanuit de gemeente georganiseerd.